Kijk, Janice. Aquanura. Mooi, hè? Ze hebben hier ook Aquanura. Leuk. Verdomme, wat mooi. Aquanura. Kijk, Benny, parkeerplaats. Hé. Hey. Hebben ze hier ook? Hebben ze hier ook? Vandaag zijn wij in Blijdorp. Ik ben aan het vloggen. Wij zijn aan het vloggen. We zijn aan het vloggen. Ik ben Janice. Ik ben Ben. En dit is het kanaal van Ben. En Janice. En ja. Anyway, we zijn in Blijdorp. En als je vlog 1 hebt gezien van dit kanaal, ik denk het niet. Niet kijken. niet doen. Ja, nee. Of om te kijken hoe het is verbeterd. Oh ja, dat kan wel, inderdaad. In ieder geval, vandaag zijn we in Blijdorp. We gaan Janice eindelijk thuis brengen. Yes. Bij de Bavianen. Ja. Nee, je wil naar de leeuwen. Je hoort niet bij de leeuwen. Ik ben een leeuw, ik wil naar de leeuwen. Nee, je hebt alleen een poes, meer heb je niet. Je bent een Baviaan. Maar we zijn in Blijdorp, we gaan diertjes kijken, we gaan vloggen, we gaan fotograferen. We gaan een paar voedershows kijken. Voedertijden, voedershows. En we gaan gewoon kijken. Het is best wel druk, dus we gaan kijken wat we kunnen schieten. Hey, Niso. Niso? Ja. Het is een poes. Het is een poes. Kijk, het is een poes. Nog meer poesen. Hij is lekker aan het zonnen. Hij is lekker aan het chillen inderdaad. Hij is echt aan het zonnen. Ik denk dat het een goed idee is als we gewoon richting de Rogge gaan. Superleuk. Nee? Ja. Want anders komen we er nooit meer tussen. De Rogge hebben om 12 uur een, ik weet niet hoe laat het nu is. Het is nu 11:30. 11:30. Oh, we hebben nog een half uur. Even chill doen. Ja. Hier helpen ze de vissen, de dieren, de haaien, helpen ze met de eitjes veilig uitbroeden, zodat de andere vissen of dieren die toch kunnen eten. Dus hier zie je straks haaien eieren en die zitten dan vast in het koraal, zodat ze kunnen uitkomen. Dan zetten ze de haaitjes terug. Kijk, dan zie je bewegen. Super goed hoor. Ik zie, ja, daar. Koraal is een zeer kwetsbaar ecosysteem. Een simpele aanraking kan tientallen jaren groei ongedaan maken. Je bezig blijven kijken. Gaaf. Ja, gaaf. Allemaal tegelijk.
Nou, we zijn echt geen steek verder gekomen, Nies. Nee, we zijn nog steeds bij de ingang. We zijn weer bij de ingang. Hoe moet je daar nou mee? Eigenlijk is het inderdaad best dubbel. Waar zijn we? Bij de Leeuw. Afrika gedeelte. En ik ben even mijn lens aan het verwisselen. Want dit was mijn lens voor dichtbij, voor in het Oceanium. En we gaan nu naar een zoomlens, zodat ik wat verder af kan fotograferen. Oh, handig, handig. Heb je er zin in? Ja. Ja. Ik ben blij dat jij blij bent. Nou, Chenise heeft net een hele mooie foto gemaakt van een tijger. Leeuw. Is dat een leeuw? Ja. Nou, wist ik wel. Was van een leeuw. Een leeuwin. Ziet er zo uit. Dus dat ziet er heel leuk uit. En wij zijn even chillen op dit moment. Tonnies. Ja, lekker. Het is warm, hè? Zonnetje, lekker warm. Heftig. Heel warm. Lekker, man. Hier is rechts aan het uitstappen. Ik heb nooit zo geluk gehad. Nou, niet. We hebben ze niet vaak zo dichtbij gezien, hè? Nee, nooit. Heel gaaf. Heel leuk om te zien ook. Een paar mooie foto's, niet normaal. Ik heb ook een paar foto's. Dit zijn. Nou, jij bent er klaar voor, of niet? Zeker. Ja, daar ging ik niet naar binnen, hoor. Het was echt druk. Het lijkt alsof er geen corona meer is. Het is er nog. De mensen doen alsof het er niet is. Zo. Ik had de krokodillen zelf niet gezien, maar... Water te fotograferen. Dat lijkt me zo gaaf. Dat hij gewoon zo langs komt zwemmen. Het kan wel met de GoPro. Je kan die GoPro app installeren, dan kun je dat doen. Ja, nee. Ah, nee, slaar. Hij gaat daar slapen. Nou, we gaan nu richting de apen. Dat vind je niet eens leuk. Misschien maar in palmbomen. Zo, nou, we wilden eigenlijk wat eten, maar het is zo druk dat er overal een rij staat. We zijn bij een paar restaurantjes geweest. Dus we gaan weer even door met onze jacht op dieren. Zo, nou, we gaan het er even over hebben. We zijn niet blij met de Blijdorp. We zijn niet blij. Ten eerste, kijk, we snappen dat vogelverblijven dicht zijn. Vind ik ook geen interessante dieren. Boeit me niet. Maar bijvoorbeeld de makies. Dat is gewoon jammer. Dat is gewoon jammer. Ja, misschien... Ook door corona. Corona, wat je misschien te dichtbij kan komen. Ja. Maar ze zijn echt al bijna 3 jaar dicht. Dat is echt zonde. Maar ja, aan de andere kant, als de maatregelen voor ons voorbij zijn bijna, dan zou je zeggen dat die dieren ook wel gewoon open kunnen. Maar ja, voor hetzelfde geld is er een uitbraak en staat je park vol. Dat is ook wel weer zo. Maar ja, het is gewoon teleurstellend. En het is gewoon fucking druk. Ik bedoel, als je de tijdslot gaat reserveren, dan moet nog steeds voorbij door. Dan zijn er 200 tickets beschikbaar voor bijna alle tijdsgesloten. Maar dat kan niet, want het is zo verschrikkelijk druk. Voor eten sta je minimaal 3 kwartier in de rij, denk ik. Ja. Aan een half uur. Dus ja. Dat is een beetje raar. Ik ben nu naar 4 verschillende eettentjes geweest. Een foodtruck,
een café, een bar en het restaurant. En bij alle vier stond er zo'n lange rij. Ik heb het 2 keer geprobeerd om in de rij te staan. Er zat gewoon geen beweging in. Dat zag je gewoon. Die mensen die daar werkten, die zeiden slow. No offense. Maar ze staan met 2 man en dan staat er zo'n rij. Het werkt niet. Het werkt echt niet. Ze hadden waarschijnlijk die drukte of niet verwacht. Of ze zijn gewoon slow. Het is echt niet leuk. Dus we zitten nu op een bankje in de schaduw en hebben net een broodje. Nou, ik heb een broodje. Ja, niet. Er zijn zoveel eettentjes hier in Blijdorp, maar overal waar je komt is het druk. Ja. Is raar, man. Raar. Ik had het niet verwacht. Stel, je wilt dus gewoon alleen wat drinken halen, dan moet je dus eerst 1.5 uur in de rij staan. Zelfs op Defcon krijg je snelle drinken. Ja, en om nog even door te klagen. Ik ben ook iemand, ik ben niet gek op dierentuinen. Dus vooral Artis en Blijdorp niet. En dat ligt niet aan de steden waar het in ligt, maar de dierenverblijven binnen in de stad, de dierentuin, zijn veel te klein. Dus ik hou er sowieso niet van. Ik vind het vreselijk. Bij sommige dieren kun je ook gewoon bijna zien dat ze het niet naar hun zin hebben ofzo. Net zoals bij de giraffen, ik weet even niet hoe die dieren heten die daar naast zitten aan de rechterkant. De hyena's, volgens mij. Hyena's. Die hebben zelfs kale plekken. Dat hoort niet. Dat hebben ze altijd al, maar volgens mij zijn ze gewoon niet blij. Ik vind hyena sowieso een beetje raar. Ach ja. Nou, ik film even tegen het licht in, maar we gaan naar de tijgers. Of tijger eigenlijk. Het zijn er 2. Het zijn er 2. We gaan naar de tijgers. Zeg ik nog heel stoer, waar ga je heen? De tijgers zijn daar toch? Zij komt hier zo vaak. Bolrecht toch? Het heeft geen zin voor mij om hier tegenin te gaan. Ik ken die reis nog steeds lang. Jeetig. Normaal. Nou, dat was ook niet heel erg veel te zien, hè? Nee. Nee. Dat was de shot wat ik kreeg. Ja, weet je, het blijft een kat. Doet zijn eigen ding. Jammer. Jij past veel meer. Bij elkaar pas jij veel meer. Nou, hij is nog steeds aan het plassen. Toch, bij elkaar? Dat we een dag zien. Indrukwekkend, hè, dat binnenverblijf. Dat is mooi, dat zijn er nieuwe. Je ziet geen kut. Stinkt in een kattenpis, daar ligt het ook. Wat doe je nou? We gaan naar de ijsberen. Maar verveelt zich te kletteren hier. Nou, we komen net van de ijsberen af. En er stond een voedertijd op de website. Dat hebben we nu al 2 keer gezien. Maar ze komen niet voeren. Dus je staat er eigenlijk voor niks. Ach ja, we gaan even eten. Want dat was al een heel lang plan. Hopen dat hier een kleine rij is. Maar ik gok van niet als ik zo kijk. Ben benieuwd. Eindelijk voedertijd voor ons. Ik moet wel weer eerst in een rij. Deze rij valt mee, gelukkig. Toch? Ja, dat is waar. Nou, Chinees. Gaan we eindelijk eten. Eindelijk eten. Nou, ik denk dat we 20 minuten in de rij hebben staan. Gewoon een beetje eten. Het werd tijd. Als het maar lekker is. Het was duur ook. Ja, mooi. Nou, kan je wel vertellen, hè? Het had niet duurder hoeven zijn.
is niet extreem lekker of zo. Heel bijzonder. Fucking duur. Krijgt er niks bij. Zonde, man. Er gaan hier best wel wat mensen bij dat restaurant naar binnen. En iedereen denkt, oh, ik word snel geholpen, korte rij. Nee. Nee. Nee, nee. Nou, voor een dierentuindag hebben we vooral weinig dieren gezien. Vind je ook niet? Ja, dat had wel beter. Ja, we kunnen nog even naar de rode pandas. Nee, die zijn helemaal aan de andere kant van de rij. Nee, dat is een grapje. Hoe heet je ook weer? Wasberen. De wasberen. Nou, gaan we even naartoe. Bijzonder. Kijk maar. Ik had wel verdieping. Nou, Janice en ik hadden het er net over dat wij hebben het idee dat Blijdorp het niet zozeer heel slecht heeft gehad in de coronatijd. Al deden ze wel alsof, maar het is zo druk geweest nog steeds ook in de coronatijd en nu ook weer. Al is het nu niet echt meer coronatijd, dat ik niet denk dat ze er heel veel last van hebben gehad. Toch? Nee, ik denk niet. Nee. Nou, zoals jullie zelf ook zagen, we waren onderweg naar de prairiehondjes. Maar toen ineens werden we afgeleid door een ijsbeer die besloot te gaan zwemmen. En toen waren we weer te laat. Zou net zien, komen we hier straks weer langs. Komt hij weer het water uitzetten. Ja, zijn we net weer te laat. Ach ja, we zijn lekker onderweg. We hebben genoeg stappen gezet vandaag. Dat sowieso. De prairiehondjes. Nou, dit zijn Canadese prairiehondjes. Kijk, bijzonder. Hier. Gaat zo. Nou kijk, daar zit al een. Hij is weg. Dat is toen ik hem aantikte. Precies toen ik hem aanraakte, ging hij weg. Ook nog even aan de andere kant. Ze doen niet veel in het geval. Daar heb je ook een mensenverblijf. Super mooi. Na de prairiehondjes wilden we het nog één keer proberen. Bij de zeehondjes. Het is toch een soort van familie. Kijk, ze gaan. Oh, de vorige keer werkte het in één keer. Toen ineens waren ze er allemaal tegelijk. Ik ben aan het zwaaien naar de zeehondjes. Die mij toch niet zien. Doe naar zin gaan. Ik ga zo lekker naar huis. Ja, heel cool. Het is bijna 4 uur. Dus op zich wel een mooie tijd. Het is een mooie tijd, joh. Even plassen, even onze kussenpakken uit de kluis. Daar komt het kleintje. Nou, wij vonden het in ieder geval wel een leuke hoor. Dat wel, maar het is gewoon jammer. Het is gewoon jammer dat er zoveel niet klopt op zo'n dag. Het is gewoon jammer. Je wilt toch samen wel gezellig. Ja, dat wel. Kijk, wij maken wel lol met z'n tweeën. Daar ligt het niet aan. Blijdorp verpest dat een beetje. Ja, dat is wel een beetje jammer. Normaal is het altijd wel oké. Of misschien omdat het corona was, dat het oké was. En dat het rustig was. En geen rijden en ik weet niet. Het was gewoon echt fucking leuk, echt normaal. Ik vind die bubbeltjes water altijd leuk op mijn water. Kijk, kom. Kijk, god erin. Kijk wat hij aan het doen is. Hij was aan het volgen. Die bubbeltjes. Ik ga nog één keer proberen. Laatste keer. Nee, nog eentje. Haha, val er tegenaan. Is een mooi kleintje gebeurd? Ja, voor een kussen. Anders kan Benny niet lekker zitten op de scooter.
het altijd uit, maar ik kan ook niet lekker zitten te scooten. Nee, maar ik zat ook niet lekker mee te kussen hoor. Dat maakt niet heel erg veel verschil. Dus dat hoeft de volgende keer niet meer. Ik weet ook niet hoe we het altijd deden. Ja, er stond altijd iets achter. Een weekendtas of zo. Ja. Dan blijft het wel zitten. Zoals jullie zien, staan we voor de ingang. Ja, we gaan weer lekker terug naar huis. Een uurtje rijden op de scooter. Het was een flink dag hier. Ik zou mezelf warm aankleden. Het is koud. Ja, koud. Het is vies. Maar, ja. Vond je het een leuke video? Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. En ik zie je morgen weer bij een nieuwe video. Doei! Bedankt voor het kijken. Doei doei! Kijk, Janice. Aquanura. Mooi, hè? Ze hebben hier ook Aquanura. Leuk. Verdomme, wat mooi. Aquanura. Kijk, Benny, hier is een parkeerplaats. Hé. Hebben ze hier ook?